allemaal, welkom bij FEM. Vandaag ga ik jullie een aantal tips en tricks geven over hoe je kunt ontspannen wanneer je vooral heel erg gestrest bent. Wanneer je niet lekker in je vel zit en wanneer je gewoon eventjes helemaal tot jezelf wilt komen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn tips en tricks voor een ontspannen gevoel en gewoon dat eventjes alles rustig is in je hoofd, kijk daar vooral mee. Tip nummer 1, die bij mij altijd wel goed werkt, is muziek luisteren. Ik word zelf gewoon zo rustig van het luisteren van muziek. Ik doe graag oordopjes in, ook als ik aan het sporten ben, doe ik altijd wel oordopjes in. Of ik luister gewoon naar de muziek die gedraaid wordt in de gym. Maar thuis vind ik het vooral heel erg lekker om muziek aan te zetten, lekker het huis schoon te maken. En ook om op de bank te liggen met een muziekje aan en gewoon helemaal niks om je heen te zien of te horen behalve de muziek. Zet gewoon een playlist aan met rustige muziek waar je gewoon lekker ontspannen van wordt. En ga daarbij liggen, lekker op je bank of op je bed. En pak er een boekje bij of een leuk tijdschrift waar je lekker doorheen kunt bladeren. En zo kom je weer lekker tot jezelf. Tip 2 is ook een tip die een beetje hierbij past. En dat is een opgeruimd huis. Ik denk dat we allemaal wel weten hoe onrustig het kan zijn als je thuis komt en er ligt allemaal zooi in je huis, op je keuken, alles ligt vol. Wat ga je nu doen? Opruimen. En wat er bij mij helpt is gewoon doen, verstand op nul, gaan met die banaan en het huis lekker opruimen. Poetsen, schoonmaken en daarna zul je merken dat je gewoon veel lekkerder voelt, dat je hoofd gewoon weer leeg is en je huis is leeg, lekker schoon. Geeft gewoon weer een soort van boost aan je systeem, dat je denkt van oké, het is nu lekker schoon in huis. Je ziet niks liggen waarvan je denkt van oh, dat moet opgeruimd worden. Het is gewoon helemaal klaar om lekker te kunnen relaxen. Steek dan vooral wat kaarsjes aan. Maak het huis lekker gezellig. Verander wat dingetjes indien nodig in je huis. En dan voel je ook meteen weer wat vrolijker. Dat zul je merken. En een tip, koop een mooie bos bloemen voor jezelf. Als je geen vriend of vriendin hebt die je af en toe verwendt met een mooie bos bloemen, koop het voor jezelf. Want hier, tenminste hier krijg ik altijd echt zo'n boost van. En dat ik denk van oké, nu is mijn huis gezellig. Dus dat is tip nummer 2. Nummer 3. En dat is ook een hele leuke tip die ik altijd wel hoor bij mensen. Hoe kom je nou tot jezelf? Hoe kun je ontspannen? En dat is natuurlijk door gewoon tot jezelf te komen. Verwen jezelf. Ga lekker naar de sauna bijvoorbeeld. Ga naar de schoonheidsspecialist. Laat je gezicht behandelen met een lekkere massage erbij. Heb je een bad thuis? Ga lekker in bad zitten. Doe er heel veel sop in en heb je een bubbelbad, kan je lekker bubbelen. Heb je gezichtsmasker in huis? Doe dat dan lekker op je gezicht. Breng het aan, een verkoelend gezichtsmasker. Leg lekker van die komkommerschijfjes op je ogen en ga gewoon lekker onderuit liggen. Helemaal niks, geen geluidjes, niks om je heen. Probeer je gewoon te denken aan leuke dingen en ontspan. En dan is mijn volgende tip nummer 4 alweer. En dat is lach. Echt waar. Lachen is gewoon het belangrijkste in het leven. Lachen brengt je overal. Want als ik een dag niet lach, dus als ik een dag mijn mond niet zo heb gezet, dan weet ik gewoon, dan is er gewoon echt iets goed mis met mij. En wat ik ook wel eens heb, is als ik gewoon down ben en ik automatisch mijn mond zo doe, dus dat ik ga lachen, dan word ik gewoon ook echt vrolijk. Nu heb ik het ook. Je ziet gewoon dat ik nu heel enthousiast word wanneer ik zo doe. Dan word ik gewoon, ik voel me dan gewoon instant happy. Dus dat ik gewoon meteen happy word wanneer ik lach. Dus deze spieren, wanneer die omhoog gaan, dan weet je gewoon dat iemand vrolijk is. En een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Het is gewoon een soort van opkikker wanneer je gewoon down bent en niet lekker in je vel zit. Lach en je zult merken dat je daarna weer beter voelt. Of zoek iemand op die je aan het lachen kan maken. Dat is ook altijd een goed idee. Tip nummer 5 is je hoofd leegmaken door middel van meditatie, yoga of andere ontspanningsactiviteiten. Ga lekker naar yogales of pak je yogamatje en leg die neer in je woonkamer. En ga 's ochtends vroeg bijvoorbeeld rond een uurtje of 7 of 's avonds laat wat jij lekker vindt op je yogamat staan. Doe wat oefeningen om lekker in balans te komen en gewoon lekker je verstand op nul te zetten. En gewoon eventjes te relaxen. Sporten helpt ook wel eens. Dus ik merk dat als ik te veel aan mijn hoofd heb en ik ga sporten en ik kom thuis en alles is weg. Ik heb gewoon geen stress meer aan mijn hoofd. Ik heb gewoon de drukke werkdag die ik achter de rug heb, die ben ik gewoon helemaal vergeten. En ik ben gewoon helemaal mezelf en ontspannen. Lekker wandelen buiten is ook een activiteit die je kunt doen. Je zult merken dat deze kleine dingetjes al een hele hoop voor je doen. Het gaat niet allemaal om materialistische dingen. Het gaat er niet om iets te kopen per se. Tuurlijk, dat kan ook wel eens heel erg fijn zijn als je iets voor jezelf koopt. Bijvoorbeeld een mooie Dior oogschaduw of blush. Of iets anders, schoenen, noem maar op, kleding waar jij blij van wordt. Maar het kan ook wel eens heel erg goed voor je zijn om gewoon lekker tot jezelf te komen door middel van dingetjes in huis te doen of lekker op pad te gaan, een dagje te wandelen buiten. Gewoon die kleine dingetjes, die doen het er gewoon toe. Ja, ik hoop natuurlijk dat jullie wat hebben gehad aan deze tips. Laat ook eventjes achter in de comments wat jij doet als je gestrest bent of als je gewoon niet lekker in je vel zit. Misschien dat anderen daar ook iets aan hebben als jij andere tips hebt. En heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je ook niet te abonneren op het YouTube kanaal van FEM en hopelijk zie ik jullie ook op mijn eigen kanaal. En tot de volgende keer. Doei doei! Naast de kleren hebben we natuurlijk ook nog sieraden en pastelkleuren. Hier draag ik hele mooie pastel oorbellen van de New Look.